Dus wij gaan nu naar een villa van 3,3 miljoen. Wow, niet normaal. Kun je zo'n verstoppertje spelen? Ja! Dames en heren, jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Wij gaan verstoppertje spelen in deze mega villa. Ik ga wel zoeken. En jullie mogen verstoppen en jullie hebben vanaf nu nog 1 minuut. 59, 58, 57. Yo, dap, een hele goede morgen, jongens en meisjes, dames en heren, vanuit onze villa. Wij vinden onze villa heel erg mooi, maar niet mooi genoeg. Dus wij gaan nu naar een villa van 3,3 miljoen. Wilde ik weer mijn Gucci-tasje omdoen. Ik maak wel even schoon. Ja, maar gast, kijk dit. Wat is dat? Ja, dit is van die placemats, die geven dus af. Maar ik wil het niet ook aan mijn shirt hebben. Ja, dit is overmacht. Hier kan ik echt niks aan doen. We zijn dus nu op het resort en we doen gelijk een straatrace, blijkbaar. Als je hier naar buiten kijkt, zie je ook al hoe mooi dit is. Palmboompjes, mooie wegen, mooie stoepjes. Een minuut of 3 rijen volgens mij. Maar dit is gewoon allemaal al afgesloten weg. Dus alleen als je hier woont of als je dus een afspraakje hebt, dan mag je erheen. En wij hebben gelukkig een afspraak, dus wij mogen hierheen. 590 vierkante meter, toch? Ja, en een award-winning. En een award-winning huis. En een Nederlands huis is ongeveer 100 vierkante meter, dus dit is 5 keer zo groot. Had je niet groter kunnen maken? Ja, ik zit nog te denken om uitbouw, zeg maar, ja. 2 keer dit erbij. Ik had iets groter zwembad aan mogen leggen, hoor. Wow, joh. Ik loop gewoon heel asociaal naar binnen, want ik wil gelijk even rondkijken. Kijk hoeveel ruimte, hoe mooi dit is. Even snel door deze gordijnen heen kijken. Oh, ze gaan automatisch, oké. Okay. De infinity pool met een uitzicht over een golfbaan. Hoi, yo. Ik zie alleen nu al dat het zwembad niet diep genoeg is om vanaf hier boven erin te springen. Fel zonlicht. Het sikke aan zo'n soort villa's is altijd dat je niet alleen zeg maar gewoon 1 verdieping hebt. Maar dat je dan hier ook nog weer een halve verdieping beneden hebt. Nog een heel gazon. Hier nog een hele bovenverdieping. Waarom heb jij niet zo'n vakantiehuisje? Ja, maar zo de kleintjes letten. Ja, de kleintjes kan je gewoon rond laten lopen hoor. Die kunnen nergens heen. En ik loop nu gewoon gelijk even naar boven. Ik weet niet of ik eigenlijk toestemming hiervoor moet vragen. Kom hier de trap op en dan heb je hier weer een ziek groot raam. Ja, gewoon de eerste beste deur open doen. Zo gek. Kijk dit. Yo! Oké, als iemand toevallig zo'n huis over heeft, laat het hier maar even beneden weten. Ik wil hem wel voor een paar tientjes overnemen. Van zo'n soort huizen wordt het altijd heel hebberig, want het is allemaal zo mooi. Het enige ding is, je gebruikt het nooit. Gast, ze hebben zelfs een lift. Ja. Oh, maar het is wel bijna een corona lift. Ja, nee, het is Orona. Orona. Ze hebben wel mooie badkamertjes hier. Nee, nee! Nee! Oké, even 3, 2. Hoorde je dat toch niet? Dat is echt een sick sport. Dan was ik ook van hierboven opgeklommen. Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar gewoon lekker met de lift. Gaan we helemaal naar min 1? Nee, gast. Waarom klik je nou daarop? Nu moeten we daar weer stoppen. Gaan we gewoon verder lopen, want anders duurt het te lang. Zo, dit is ook dik hoor. Wow, een binnenzwembad. Wow, yo. Dit is wel even een partijtje vet, hé. Sauna erbij. Ga ik even vanaf hier van een afstandje naar dit huis kijken. Hey, Siet! Hey, Tommy! Moet je dit eens even kijken als je van buiten afkijkt. Wat de heck. Het past niet eens helemaal in één beeld. Vanaf hier lijkt je een stuk groter vanaf waar je aankomt rijden. Zo heb ik hem ongeveer helemaal in beeld. Niet normaal. Ook verstoppertje spelen? Ja! We hebben nu eigenlijk het hele huis gezien volgens mij. Nu wil ik heel graag eigenlijk wel eventjes zwemmen, want ik heb het knijter warm. Ga je mee zwemmen? Ja. Heb je een bikini mee? Ja. Ik heb mijn zwembroek niet meegenomen, dus ik ga gewoon lekker in mijn onderbroek, want ik kon mijn zwembroek niet meer vinden. Ze hebben niet echt handdoeken, ze hebben alleen maar dit. Dus ik ga me hiermee afdrogen. Oh, het is nog best wel een beetje diep, ja. Ik heb een handdoek gevonden, moet alleen wel verdelen. Thank you.
ik wilde eigenlijk nog van boven gaan springen, maar de vrouw die ons net binnen heeft gelaten heeft mijn Instagram story gezien. Dat ik bij onze villa vanaf het dak naar het zwembad sprong en zei, dat mag je echt niet doen. Ik denk het wel een heel leuk huis om verstopt. Okay. Dames en heren, jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Nee dus. Wij gaan verstoppertje spelen in deze mega villa. Ik ga wel zoeken. En jullie mogen verstoppen en jullie hebben vanaf nu nog 1 minuut. 59, 58, 3, 2, 1. Daar gaan we. Wij gaan zoeken in deze 3,3 miljoen villa. Ik denk dus, omdat ik op de middelste verdieping sta, dat hier ook niet zoveel mensen gaan verstoppen. Want het zou een beetje dom zijn om hier te gaan verstoppen. Ook wat domme jongens bij me, zoals je ziet. Oh, dit zijn ook allemaal... Ik zei ook gewoon nog, niemand gaat deze verdieping zitten behalve één dom iemand. Mijn gast is verliefd op kutten met dit ding, jongen. Ik kreeg hem niet helemaal dicht, helemaal shit. Nou, kom jij even lekker naar de kast, jongen. Is dit ook nog een kast? Ja, deze staat ook nog op een kiertje, maar hier zit niemand in. Nee. Maar dit is helemaal geen kast. Huh? Magic. Dat kan. Huh? What the fuck? Dit deel hebben we nu gehad. Dan gaan we door. Hier is nog zo'n magic kamer. Kijk. Huh? Nee, maar er zit niemand. Sick, hè? Ik zit iemand in de koelkast. Hey, champagne. Dit is toch wel een badkamer. Echt? Ja. Gast, jij had echt deze badkamers aan moeten leggen. Dan had je er gelijk 7 in één keer. Gast, dit huis is veel te groot om verstoppertje in te spelen. Ik denk dat die niet meer zo lekker zijn. Oh, nee. We gaan eerst even boven koekeloeren. Niemand... Oh, iemand had het weer. In de kasten. Oh, handdoeken. Oh, top man. Oh. Nope. Jij kijkt ook wel echt in alle gaatjes, hoekjes en... Ik hou van gaatjes. Nope, nope, nope. Nee, dit had ik dus. Auw, meteen! Hier iemand. Oh, dit is wel oprecht lijp. Ik ga hier zo meteen even langslopen en dan daar verstoppen. Als we zo nog een potje gaan spelen, tenminste als ik iemand kan vinden. What the fuck? We hebben alleen de benedenverdieping nog niet gehad. Dus daar zouden in totaal 4 mensen moeten zitten. Graag. Oh, deze was goed geweest, hè? Het enige kut is, misschien verplaatsen ze. Nee. Zit iemand in de sauna? Oh, nee! Je had net een filmpje aan het maken. Oké. Okay. Jij schrok echt, hè? Oké, nou, lekker dan. We hebben nu alleen Mattie nog niet. Hé, Mattie, dat zie je ook. Oh, maar ik hoorde hem hier net wel. Jij zoekt hem daar overal. Kijk, wij zijn gewoon onder het zwembad. Oh, Mattie doet helemaal niet mee. Alleen Gio dus. Mattie, zeg eens. Ik zit in Mattie te zoeken, doet hij gewoon niet mee. Gio, maak eens een geluidje. Hij is boven. Maak eens een geluidje. Maar dat was dus boven. Hoe is hij boven? Nee. Nee, hier kan hij nooit in zitten. Huh? Huh? Die was hier of zo. Huh? Wat de heck? Waar is die kerel? Gio, maak nog eens 1 keer een geluidje. Hij zit wel daar. Nee. Huh? Maar is het niet gewoon de akoestiek van dit huis? Dat hij gewoon beneden zit, maar dat je het boven hoort ofzo? Huh? Hij zit echt in deze... Bro, dit is goed, ouwe. What the fuck? Oh, hij zit... Nee! Wow, yo! Maar ik heb deze 2 keer open gedaan. Wow, yo, lekker gedaan, hè? Je kan dus in het huis je kinderen kwijtraken. Maar ja, hij zat dus echt hier. Ja. Dus maar het kon... Ik ging, als verder die kant, dan hadden jullie mij niet gezien. Want ik was ook iets deze kant op gaan. Ja. Ja. Jij bent de volgende, gaan we hier lekker zitten, je peukje roken. Ja. Gaan we tot een minuutje tegen. 2, 3, nee. Ja, we gaan weer stopje spelen, tweede potje. Nu gaat Ziet zoeken. Ja, ik ga hierboven op dat randje zitten. Daar, hierop. Ja, daar kom je nooit op. Hier langs en dan daar te gaan zitten. Oh. Je kan hier ook gewoon via de... Kan je hier eruit? Kom maar. Moet je hier naar de badkamer komen? Nooit van zijn leven dat hij dit gaat vinden hoor. Dit is wel een sikke verstopplek, gek. Hey, succes hè. Zelfs de steentjes op het dak zijn hier mooi. Niet op het randje zitten. Kom maar even hier zitten. Denken jullie dat de tijd al voorbij is? Ik heb mijn peukje wel op. Als we hem even netjes opruimen, want dan is ook zo lullig. In de afpak. En nu Boas, die weet alle plekjes nu dat dit hele huis heeft overgehaald. Hey, dat ben ik. Fantasie, bro. Nou, we hebben er eentje.
Dus ik ga alle kastjes open doen, dan doe ik ze dicht. Niks, hè? Niks. Oh, dat is een kluis. Hier. Oh, nee! Scheiße! Zie je? Ik zei het nog, hè? Ik zei, Boas is net een clown en die zal daar wel bovenop zitten. Jullie zijn daar vooruit gegaan en iemand heeft hem op slot gedaan. Ja, hij heeft hem op slot gedaan. Ah, dit was een kartelvorming. Ja. Ah. Hey, Anna. Nog echt ook. Ik dacht, die maakt een grapje omdat het zo'n domme verstopplek is. Ja, dat zei. Deze is goed geweest. Zo ja. Oh, zie je? Ja, deze is fucking goed geweest. Ik zei het. Deze is fucking goed. Want je denkt, nou, je gaat even er omheen kijken. Wow, ik heb hem gewoon. Nu alleen Kenzo nog. Hé, wat we ook kunnen doen is nu gewoon weggaan. En dan zit hij de hele tijd verstopt. Hé, hey, weet je wat? Ja, dat gaan we doen. We gaan gewoon lekker zwemmen. Gaan we lekker zwemmen. Kijken hoe lang niet verstopt blijft. We hebben al een uurtje. Ja. We hebben even gechilled. En we gaan nu weer naar boven naar het grote zwembad. Ja. Hij zegt, je gaat me nooit niet vinden. Nee, toch, we gaan het niet zoeken. Nee, we gaan ook niet zoeken. We trekken weer uit het mega huis. Iemand die hem gaat kopen? Nee, ja, ik moet nog even vertellen. Nog even vertellen. 10. 15 euro. Misschien kunnen we wel poffen hier. Ik heb een oude Mercedes dat we kunnen verkopen. Ah, ja. Nou, ik krijg nog geen 3 tientjes. We zijn nu nog bij één villa. En hier kan iets wel wat net niet komt. Dus ik ga mijn broek uittrekken. Ik ga mijn sokken uittrekken. Dan zie ik jullie zo meteen daarboven. Oh. Hey, maar deze kan wel beter. Wacht, deze gaan we nog een keer. Oh. Hey. Woe! 3, 2, 1. Hoi, joh! Oké, en dat was het tweede huis. Daar gingen we even een video voor deze jongens opnemen. Maar ik zag deze sprong en ik dacht gewoon, ik moet dit doen. Ik kan niet gewoon achterblijven zonder die sprong te doen. Dus we stappen weer in de dikke auto. Dus het ding is, we hebben deze auto dus gehuurd. En hij werkt niet heel goed, want nu deed de airco het weer niet meer. Hij start soms niet. Het is echt een probleemding. Maar ja, dat heb je als je in buitenland auto's huurt, dan wordt het wat minder mooi. Dan waag ik iedereen de hele tijd in de Porsche zitten. Ligt aan het budget, maat. Ligt aan het budget. We gaan leren duikbommen maken. Ik heb ze redelijk gemasterd. Milana, jij gaat ze ook leren? Ja. Anna gaat ze ook leren en jij kan ze ook al redelijk. Oké, probeer het zelf eens een keer. Nee, probeer het. Zo, je wordt zo bijna gek. Wow, die was hoger dan die van jou. Ja, wow, was ongeveer gelijk. Oh! Ja, die zijn wel heel hoog. Yo! Ja, die was wel goed. Wow. Gaat goed? Nee. Nee? Oh. Doet je buik een beetje pijn? Ja. Super zeer. Super zeer. Niet meer meedoen, hè? Nee. Oh, dat gaat pijn aan de schenen. Dat deed pijn, hè? Veel oh, het klonk echt heel pijnlijk. Gaat het? Wat doe jij? Ja, we ook weer een keer proberen. Maar deze is niet zo pijn. Gaat het? Ik ben niet zeer. Oh, kijk met de hoofd op de grond. Gaat het mee, hoofd? Oh, mijn vinger ging dubbel. Gaat het? Is het gebroken? Ik weet het niet, maar ik kan hem niet meer bewegen. Je kan hem niet meer bewegen? Nee. Oké, kom maar uit het water. Hou vast. Oh, nee, nee. Au. Nu kan je weer bewegen, denk ik, hè? Ja. Ja. Oh. We gaan even lekker avond eten. Sarit en de kids en Samant gaan helaas vanavond al naar huis. Maar wij blijven hier nog een paar dagen. Want eigenlijk zouden wij morgenochtend vliegen met z'n allen. Maar zij gaan nu wat eerder en wij gaan nu wat later. Dus alle vluchten die we eigenlijk hebben geboekt zijn er... We hebben zeg maar in totaal 18 vluchten geboekt. Dus 9 heen, 9 terug. En er worden er uiteindelijk 6 gebruikt van de 18. Hey, very nice, thank you, my friend. Wat dan? Au, dat is niet warm. Rustig aan. Thanks, bro. Rustig gezellig. Drink je snel. Shana. Doe maar. Bam. Bam. Nee, daar gaan we mee. Later. Au. Box. Later. Ciao, ciao. Ciao, ciao, my friend. Ze lopen heel leuk weg en ze zeggen de groetjes, maar niemand heeft betaald. Wij zitten met een heel fucking gezin te eten en lopen ze gewoon weg. Boetje van de koning. Ja, jij bent nul. En wij blijven hier nog even, maar we zijn bij het water. En ik heb op zich wel zin om te zwemmen, maar niet in mijn eentje. Dus heb jij je bikini aan? Nee. Kut. Worden deals dat je mee gaat zwemmen? Ik zeg 1 keer 1 op 10. 3, 2, 1, 2. Oh. Worden deals dat jij mee gaat zwemmen? Oh, ik doe dan niet aan Wim, man. Nou, dan ga ik maar in mijn eentje. Allee, ik heb een lekkere plonsie gemaakt, hè.
Ik kan echt geen Vlaams. Alleen manneke, moet jij nou even kijken, hè. Onder mijn poepske hebben we heel veel zout. Want in deze zeewateren ligt heel veel zout. Maar kijk, dit is dus gewoon oprecht zout. En het ziet er misschien heel raar uit, maar dit is gewoon het zout wat jij volgens mij ook in je zeezoutvaatje hebt zitten. Oprecht gewoon een plaat, alsof het gevroren heeft. Het breekt gewoon echt alsof het ijs is. Wordt dat zout? Oh, we hebben ook geen water mee, kut. Holy fuck! Zo! Het blijft hangen? Oké. Okay. Dan moet je dit even kijken. De kermis met een zieke zonsondergang. Niet normaal hoe mooi dit is, hè? Ik ga er bijna van houden. Het komt ook omdat ik een smintje eet en dan blaas ik die lucht in mijn ogen, zeg maar. We gaan even zout maken, ja? Shoot. Spring eens, hoe raar dit is! Oké, nu ben ik. Ze zijn oprecht best wel goed. Voor een kermis veel beter dan verwacht. Ik was echt bang voor dat net, hè. Want dit is ook goed. Hard ijzer allemaal. Ik ben nu alweer dood. Met zo'n mondkapje op is het niet te doen. En we zijn weer thuis. Maar zoals je kan zien is dit het enige lampje wat wij op dit moment hebben. Want er is een stroomstoring in het huis. De hele dag hebben we al geen stroom in het huis. We kunnen laptops niet opladen, telefoons niet opladen, camera's niet opladen. Dus deze camera is nu ook 10% op dit moment. En morgen moet ik er weer mee vloggen, maar ik kan hem dus helemaal niet opladen. Dus we zitten een beetje met de gebakken peren. De wasmachine doet het ook niet. Dus we hebben een menselijke wasmachine. Het is eventjes een verandering. We zitten in een heel mooi huis, het is nieuwbouw, maar Spanje, weet je, ze snappen het gewoon nog niet helemaal. Dus het is nog een beetje kut. In ieder geval gaan we nu wel slapen. Dus voor je deze video leuk, doe een duim omhoog voor Jimmy. Kijk eens leuk, subscribe en dan zie ik je morgen om 2 uur bij een nieuwe video. Later! Hey, een druppelplans. Hey, goedemorgen.